Drie oorzaken waarom jij nog niet consistent aan het traden bent. 1. Je hebt de beslissing nog niet genomen dat dit echt is wat je wil doen. Het is heel belangrijk om die beslissing te nemen, daarachter te staan en gecommitteerd te zijn om te leren traden. 80% van de mensen die willen leren traden, die falen. He, dus laat jij nou net die andere, bij die andere 20% horen. Maar als je niet de beslissing hebt genomen van dit is wat ik wil doen, dan gaat het hem niet, niet worden. De tweede reden is dat je bang bent om geld te verliezen, bang bent om geld te investeren. En ja, het is een money thing. Dus als je winst wil maken, zul je eerst moeten investeren. Investeren in kennis, investeren in tijd, investeren in alles. En geld, geld verliezen hoort erbij. Je gaat geld verliezen, gegarandeerd. En de bedoeling is dat je uiteindelijk door middel van een gedegen plan en een strategie het verlies steeds beperkt. Hè? Steeds kleiner wordt. En uiteindelijk ga je groeien. En dan komt er consistentie in. En dan ga je winst maken. En dan kom je in een soort van, ja, ik noem dat altijd plané. Een speedboot gaat eerst zo. En dan komt hij in plané. En dan, nou ja, zo moet je doorgaan. En de derde punt is dat je het complete plaatje niet hebt. En eigenlijk is dat, komt dat ook doordat je 1. De beslissing niet hebt genomen. En 2. Doordat je bang bent om geld te investeren. Als je het complete plaatje niet hebt, daarmee bedoel ik dat je allerlei trainingen volgt, cursusjes volgt om hier en daar, zeg maar, YouTube-video's bekijkt. Maar je krijgt op die manier nooit het complete plaatje bij elkaar. Het traden is meer dan alleen een training volgen, hoe je een technische analyse moet maken en hoe je je instapmomenten moet volgen. Er zit een plan omheen. Het is belangrijk dat je weet waar je moet kijken voor de juiste cryptomunt, waar je op moet letten, waar je moet kijken om te bepalen hoe de markt zich nu gedraagt. Hè? Het is niet alleen het maken van een technische analyse en als deze candle hier stopt en daar bounce, dan heb ik daar mijn instapmoment en huppakee. Kijk, als dat traden is, dan hebben we zoveel miljonairs. Of je gaat bijvoorbeeld copytraden. Laat ik het zo zeggen. Als copytraden werkt, dan had de hele wereld daarmee aan de slag gegaan. Laat ik het daar even bij houden. Maar dit zijn de drie belangrijkste oorzaken. Je hebt de beslissing nog niet genomen. Je bent bang om geld te investeren. En je hebt het complete plaatje nog niet. Dus dat zijn de zaken waar je aan moet werken als jij nog niet consistent aan het traden bent.